Ja, Julian Mol, laatste wedstrijd 2018. Je bent weer terug, hè? Ja, eindelijk. Duurde even, maar gelukkig zijn we er weer, ja. Werd wel een keer tijd. Vorige week natuurlijk ook al. Vandaag dus de wedstrijd tegen Lutte. Uiteindelijk een 1-2 overwinning. Na mijn eerste helft ging het best wel aardig. Met behoorlijk wat aanvallende intenties van jullie kant. Ja, dat vond ik ook. Afgesproken om het wel vast te zetten. En vanaf het moment dat de verdediger werd ingespeeld, gewoon meteen druk te zetten. En gewoon laten zien dat wij hier komen voor de 3 punten. En ik vond dat wij dat aan het begin goed deden. Ja, toch voor de goal nog een beetje slordig zijn. Ja, en uiteindelijk mooi dat je dan voor de rust op voorsprong komt. Ja, en dan uiteindelijk over de streep trekt en van alles en nog wat. Heerlijk doelpunt, hè? Zat lekker in, ja. Ik denk, schiet maar een keer, want we kwamen er toch niet elke keer door. Ik denk, dan een keer van afstand proberen en zat lekker in. Je zei net al een beetje, de veldbezetting is nu dan een beetje slordig, hè? Met name voorin. Want ja, jullie creëren eigenlijk wel, hè? Je wordt in ieder geval dreigend. Alleen, ja, die ballen komen wel voor, maar er staat niemand. Nee, klopt. En vooral met de snelheid voorop die we nu hebben met Damien. En ik heb zelf ook wel wat snelheid. Moeten we er toch wel wat meer uit kunnen creëren, vind ik. Met Roy als spits die dat ook goed doet en echt afmaker is. Dus ik denk dat we daar meer uit moeten halen, inderdaad. Roy heeft denk ik ook even zijn doelpuntje nodig, hè? Ja, dat misschien ook. Dat is altijd lekker als je in een wedstrijd scoort. Helemaal als spits. Ja, dan denk je 1-0. Dan een snelle rode kaart van Jan van den Berg bij Lutte. In de tweede helft. Dan denk je, ja, geen veldje aan de lucht. Ja, dat is er misschien ook. We moeten gewoon doordrukken dan en die tweede erin knallen. Maar ja, het gebeurt het tegenovergestelde en dat is inderdaad jammer. Ja, want dan valt er nog een rode kaart. Die vond ik trouwens wat discutabeler dan de eerste. Ja, inderdaad. Ja, ik werd zelf aangetikt en ik wist niet wat de scheids deed. Maar uiteindelijk hoorde ik dat het een rode kaart was. Nou, het was sowieso een overtreding. Ik weet niet of het rood was. Maar... Ja, het bleek geen doorgebroken speler op dat moment. Hè? Maar goed, ja, dan speel je zelfs tegen 9 man. Ja, en hoe kan het dan in vredesnaam gebeuren dat het dan nog 1-1 is? Ja, inderdaad. Het foutje achterin levert hem zo in. Zo scoorden wij in de eerste helft en zo scoren zij hem ook. Ja, goed afgestraft door Lutten. Terwijl je dan misschien zou zeggen van joh, speel het balletje gewoon rustig rond. Zorg dat die 1-0 over de eindstreep sleept. Klopt. En dat deden we met name na de 2-1 begonnen we dat wel te doen. Dat hadden we misschien vanaf het begin, dat ze met 10 man kwamen te staan, hadden we dat beter kunnen doen. Gelukkig heb je dan nog 20 minuten. Dat is achteraf ook inderdaad geluk geweest, hè? Ja, inderdaad. We hebben tijd genoeg om dat uit te spelen, dat hebben we goed gedaan. Ja, want dat speelde je mooi uit, dat doelpunt. Ja, dat vond ik ook. Het was een prima goal. Uiteindelijk Damien pakt zijn goaltje mee, dus ook lekker voor hem. Hij doet het goed, dus mooi voor hem. Nou goed, 1-2 overwinning, vorige week gewonnen. Dan ga je toch met een ander gevoel nu de winterstop in, hè? Ja, inderdaad. 2 wedstrijden op rij gewonnen. En we waren ook wel toe en even een goede reeks. Zo voor de winterstop is dat lekker. Ga je mooi protas in. En alleen maar vooruitkijken. Kan alleen maar beter gaan. Ja, en de groep is zo goed als fit weer, hè? Ja, we hebben een mooie groep staan. Iedereen is inderdaad weer mooi fit. En je merkt ook op de training dat het plezier is ook wel weer terug met z'n allen. En ik denk dat we daardoor ook gewoon echt een goed team zijn geworden. En dat we dat gewoon door moeten zetten. En jij bent eindelijk weer voetballer. Hè? Zo mogen we het wel even weer zeggen. Voor jou breken er ook weer mooiere tijden aan. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik hoop gewoon lekker te kunnen spelen. En met dit team voor de prijzen mee te kunnen spelen. Helemaal blessurevrij. Ja, af en toe merk je nog wel aan de spiertjes dat het wennen is en het wedstrijdritme en dat gaat op zich wel weer goed, dus moet goed komen. De angst een beetje weg misschien wel? Ja, zeker. Ik voetbal gewoon lekker vrij en net wat ik zeg, het is weer even wennen op het veld dan aan de kant staan. Lekker genieten weer. Zeker weten, gaan we doen.